Je moet weten als je wil dat het smoothly gaat en je weet wanneer een kat dan maakt die rare sprong. Dus wij gaan heel voorzichtig die zaak overnemen en natuurlijk rekening houden met een aantal afspraken. Wij zijn niet helemaal rond met een soort Leonsberg akkoord, maar in ieder geval we zijn nog steeds bezig te praten met de president. Gisteravond waren we nog aan het praten. We gaan tot 29 nog praten voordat de president en de vicepresident worden gekozen. Denken we dat we natuurlijk, wij willen niks voor de gemeenschap. Geen geheim zinnig iets zijn. We zijn bezig te praten om te kijken wat de wens is van de president, wat hij precies wil. We zijn nog niet helemaal uit. Zijn er afspraken gemaakt? Bijvoorbeeld, als het verzoek komt van de PG om de huidige minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen, behoort dat tot eventueel de afspraken die er zijn gemaakt? U moet weten dat wij zijn niet de rechterlijke macht. En we kunnen nooit op die stoel van de rechterlijke macht gaan zitten. Alleen wat bij de uitvoering is, waar wij dan iets kunnen doen, dan wel. Maar het kan niet zo zijn dat je afspraak gaat maken dat niemand vervolgd gaat worden en al die dingen. Die bevoegdheden hebben wij niet. Dank u wel. We kunnen praten voor een goede overgang, geen stoornissen enzovoort. Maar precies wat u daar zegt, dat wij, al beloven wij iets. Bijvoorbeeld dat het niet kan. En de rechterlijke macht is daar. Dus wij gaan niet in de stoel zitten van de rechterlijke macht. Maar in ieder geval, als Surinamer willen wij ons inzetten voor Tjaasan toch mooi rusten. Maar is de politieke wil aanwezig om zaken aan te pakken die de oppositie altijd heeft bekritiseerd? Luister, laat me jullie één ding zeggen. Het is niet zo dat wanneer je overneemt alles wat je hebt gezegd, dat je dat niet gaat doen. Deze coalitie die gaat komen, gaat conform de afspraak met het volk werken. Op het bord van de politiek liggen zaken als gratie en amnestie. Zijn zulke zaken ook besproken? Is dat op tafel? Laat me zeggen, we hebben zoveel keren met de president gesproken, maar het is nooit een keertje wordt gerept over gratie van straf die bijvoorbeeld bij decemberproces of al die dingen. Dat hebben we nooit besproken. Wat we hebben besproken is een smoothly overgang en hij zegt van bijvoorbeeld er zijn mensen die op bepaalde posities zijn. Dus het ging meer over die dingen. Dat er geen dat doet ik als een abrandoel, om die pural de man, die doet zijn onderzoek voor al deze soorten. Dat is over die dingen hebben we gesproken, maar we hebben nooit gesproken over creatie. Dat hier en nu ook is creatie en alles aan dat. Kijk, creatie is iets van de regering. Als iemand een vonnis hebt, je bent gevonnist, en dan is het de goed recht van de regering om te kijken of je die persoon creatie verleent. Of je amnestie geeft of wat je wil geven.